Hey, leuk dat je kijkt. Ik ga vandaag van Eindhoven naar het lasercentrum. Want ik ga mijn pols laten laseren. En ik ga dit keer ook mijn bovenarm laten laseren. Zo ziet mijn pols eigenlijk er inmiddels uit. Zoals je kunt zien zie je hier nog een stuk tatoeage. Het is wel echt heel licht geworden al. Alleen ja, het is nog niet echt helemaal weg. Maar iemand die niet weet dat er iets zat, die ziet het niet. Dus dat is al een goed teken. Deze op mijn arm ga ik laten laseren. Waarom ga ik nu niet vertellen, dat kan je zien in de vorige video. Ik zal even hieronder linken, dan kan je die bekijken en dan weet je ook waarom ik die laat laseren. Mijn ouders gaan dit keer ook mee. Een van die twee gaat dit allemaal filmen. En ik ben best wel benieuwd, want ik ben best wel bang voor de pijn op mijn bovenarm. Dus ik ben benieuwd. Dus laten we maar gaan. Ik denk niet dat je daar zit. Nee. Nee. Nee, wel niet. Dat is allemaal uit de straks of morgen? Maar als je moet poepen, kan ik best naar beneden. Ja, dat niet. Hoef ik niet terug te rijden zelf? Nee, dat kan ik niet. Zo Nou, daar ben ik weer. Ik heb het overleefd. De pijn viel best wel mee. Dus ik heb me dus wel druk gemaakt om niks. In het begin deed het natuurlijk wel pijn. Maar naarmate hij langer bezig was, werd de pijn steeds minder. Want ja, daar ga je dan natuurlijk aan wennen. En ja, dan valt het wel mee. Ik kan nu niks laten zien, want het zit ingepakt. Mijn pols ziet er nu zo uit. Daar zit een pleister op. En hier zit ook een pleister op. Alleen ik heb er een coolpack opgedaan en daaromheen rekverband zodat het daar blijft zitten. Want ja, ik moet het dus gewoon een hele tijd gaan koelen. Dat moet ik ook met mijn pols. Alleen ja, ik had geen rekverband meer, dus dan ga ik het lekker koelen. En ben benieuwd hoe het er daar uit komt te zien. Ik hoop dat het daar allemaal meevallen, vooral op mijn arm. Want misschien dat ik dadelijk gewoon van hier tot hier een blaar heb en dan zie ik eigenlijk niet echt zitten, maar ja. Ik kan er eigenlijk niks aan doen, alleen afwachten en laten genezen. Maar ik hou jullie op de hoogte op mijn blog. Mijn blog is www.foreverpetit.net. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Dan heb ik nog een derde tatoeage. Deze heb ik ook met een betekenis laten zetten. En dat is deze.